Goedenavond en welkom bij een nieuwe editie van MTH Talks. Vanavond is het thema cultuur in organisaties. Hoe bepaal je welke cultuur past binnen jouw organisatie? Hoe bouw je een nieuwe cultuur en neem je wellicht afscheid van een bestaande cultuur? Vanavond ga ik in gesprek met drie gasten. Als eerste noem ik Gijs Kraanmeer. Gijs Kraanmeer is mede-eigenaar en strategieconsultant bij Honest Business, Leadership and Personal Development. Daarnaast is Gijs founder van Rockstar Lifestyle, een platform voor fysieke en persoonlijke ontwikkeling met vestigingen in Amsterdam en Barcelona. Ook is hij investeerder van een tweetal tech- en media-startups. Kortom, Gijs is een ondernemer in hart en nieren met specialisatie op merk- en organisatieontwikkeling. De tweede gast is Olaf ten Hope, voorzitter dagelijks bestuur van MTH Accountants en Adviseurs. In 2017 heeft MTH merk- en propositiebepaling onder de loep genomen. Doel was de interne cultuur nieuw leven inblazen. In 2017 werd dus binnen MTH gekozen voor een weloverwogen frisse wind. Olaf gaat in op de vraag hoe dat intern is vormgegeven en wat het heeft opgeleverd. We beginnen met Danny de Graaf. Danny is werkzaam bij Enrise in Amersfoort. Danny, goedenavond. Wat kun jij vertellen over jezelf en Enrise? Laat ik met mezelf beginnen. Allereerst hartelijk dank voor de uitnodiging om dit te mogen doen. Hartstikke leuk. Ik ben Danny de Graaf. Ik ben 38 jaar oud. Ik ben getrouwd met mijn lieve Henrike en ik ben woonachtig in Bunschoten-Spakenburg. Ik heb twee dochters, Jordan en Fabienne, alweer in de leeftijd van 11 en 9 jaar. En ben sinds 2005 werkzaam bij Enrise. Op dit moment is Enrise het beste te omschrijven als een collectief van zelfsturende teams met elk een eigen propositie, maar welke zich voornamelijk concentreert in het maken van technisch complexe webapplicaties. We zijn dus een technisch bureau. Dat is eigenlijk de start van een bijzondere cultuur, want dat hebben jullie binnen Enrise. Wat kun je vertellen, hoe zijn jullie intern georganiseerd? Wij zijn eigenlijk sinds 2012 een zelfsturend bedrijf. Dat wil zeggen, wij hebben geen directie, geen MT en we hebben ook geen projectmanagement of dat soort zaken. Nee, wij zijn zoals ik net al zei, een collectief van zelfsturende teams. Dus elk team maakt zijn eigen budget, heeft zijn eigen jaarplan, zijn eigen winst- en verliezenrekening. En om met elkaar het bedrijf te sturen, maken we alles zo inzichtelijk mogelijk. Hè? Want we zijn ten slotte van rekening allemaal directielid. Dus om een bedrijf te moeten en kunnen sturen, moet alles inzichtelijk zijn. Kun je dat uitleggen? Je zegt, we zijn allemaal eigenlijk directielid. Kun je die structuur dan uitleggen? Hoe werken jullie onderling dan met elkaar samen? We hebben zoals je bij andere bedrijven afdelingen hebt, hebben wij domeinen. We hebben dus een domein finance, een domein HR, een domein sales. En vanuit elk team is er afvaardiging in elk van die domeinen. Een domein komt ongeveer één keer in de twee weken samen. En daarin wordt vanuit het domein het bedrijf gestuurd en bestuurd. Eckhard Wiens, dat is een naam. Dat was eigenlijk het voorbeeld. Hè? Wat kun je daarover vertellen? Nou, Eckhard Wiens had een iets ander model, maar hij was wel vriend van de show. Eckhard Wiens is ook bij 4Works en Enrise geweest. Enrise heette vroeger 4Works. En het was een hele nuchtere ondernemer. En Eckhard die had een model celdeling. Als zijn bedrijf groter werd dan 60, dan werd hij heel onrustig. En dan wist hij eigenlijk niet zo goed meer wat hij moest doen. En wat hij dan deed, was het bedrijf in tweeën splitsen en dan geografisch op de kaart splitsen. En zo is zijn bedrijf eigenlijk gegroeid. En wat ons aantrok in zijn verhaal is de ontzettende nuchterheid. De manier waarop hij besluiten nam, dat heeft ons eigenlijk heel erg geïnspireerd. En dat kun je ook goed teruglezen in zijn boekje, een aanrader trouwens, Eckhard Notes. En jullie werken nog steeds in de geest van Eckhard Wiensen? Nou, het model is niet gelijk te noemen, want Eckhard Wiensen was eigenlijk niet zelfsturend. Die ging alleen vestigingen oprichten met daarin wel een hiërarchisch model. Wij zijn meer, als je toch een vergelijking zoekt, lijken wij meer op Ricardo Semler. Dat betekent dat we geen management hebben, nogmaals geen directie en geen MT, maar dat we samen het bedrijf besturen. De besluitvaardigheid ligt zo laag mogelijk in de organisatie. Ja. Nou, hoe dat precies in zijn werk gaat, daarover straks meer. Dan komen we bij jou terug, Danny. Dank je wel voor dit moment. Schakelen we over naar Gijs Kraanmeer. Goedenavond, Gijs.
Goedenavond. Goedenavond Gijs. Ja, ik had je al kort voorgesteld. Hè. Je bent een ondernemer in hart en nieren. Je bent gespecialiseerd in merk- en organisatieontwikkelingen. We spreken vanavond over cultuur en organisaties. Wat is nou jouw uitleg van een cultuur? Nou ja, daar kun je heel erg soort van filosofisch op antwoorden. Ik denk dat als ik het heel simpel en plat sla, dan zou je kunnen zeggen dat de cultuur van een organisatie, van een land, van een grotere groep mensen, is eigenlijk de collectieve persoonlijkheid. Dat is wat de cultuur is. En niet te verwarren met kernwaarden, waarbij kernwaarden vaak veel meer de afspraken zijn waar langs beslissingen en besluitvorming wordt genomen. We hoorden net het verhaal van Danny, van Andrews uit Amersfoort. Kom jij dit vaker tegen? Wat is jouw visie hierop? Ik vind het heel interessant. Ik vind het ook heel interessant om net eventjes in dit voorbespreking even met Danny al even gesproken te hebben. Ik kom het vaak tegen in die zin, vaak in theorie. En als een quote-unquote utopie. Dus ik denk dat het voor heel veel organisaties de wens is om en heel veel medewerkers met name om in een organisatie te mogen werken waar op die manier wordt bestuurd. Je hoort veel modellen. Dus hij noemde al Ricardo Semler, wat inderdaad een Braziliaanse management guru is. Maar je hebt ook Holacracy, dat is eigenlijk hetzelfde soort model waar inderdaad autonomie helemaal onder in de organisatie wordt gelegd. Ik denk dat dat super interessant is voor personen als ik bijvoorbeeld. Ik zou heel graag willen werken binnen dat soort organisaties. En ik ben ook benieuwd naar de pitfalls, zeg maar de minder leuke positieve kant. Want je hoort eigenlijk alleen maar heel erg positief geluid. En ik ben ook wel heel erg benieuwd naar waar loop je nou eigenlijk tegenaan? Waar ligt de pijn in een dergelijk model? Bijvoorbeeld, wat ik heel interessant vind is van hoe speelt politiek een rol binnen zo'n organisatie waarin iedereen maar alles bespeelt of beslist? Zijn mensen met elkaar een tweetjes aan het doen en dat soort dingen? En hoe ga je daarmee om? Dus dat is een beetje de vraag die ik daar dan weer bij heb. Dit is een heel mooi voorbeeld, een bijzonder voorbeeld, Gijs. Stel je voor dat je een willekeurig ondernemer bent en je vraagt je af, ja, wat voor cultuur past nou bij mijn bedrijf en hoe bepaal je dat? Hoe gaat zo'n ondernemer dan te werk, Gijs? Mooie vraag. Ik denk, allereerst heeft het altijd te maken met, zoals we het mooi noemen, een east en een soul. Dus is zoals het is en waar je eigenlijk naartoe zou willen. In de kern binnen een organisatie, wat ik al zei, de cultuur is de collectief van, of is de persoonlijkheid van het collectief. Dus dat is op een bepaalde manier. Er is een bepaalde moris, er is een bepaalde manier van zijn met elkaar. Dus het is niet zozeer van bepalen, het is meer van waarnemen en analyseren en dan detecteren wat er op dit moment gaande is. En daarbinnen zou je een verandering teweeg kunnen gaan brengen, omdat je een groeiambitie hebt, een groeirichting. Niet in termen van winst of in termen van bottom line, maar in termen van hoe we met elkaar omgaan, welke specifieke waarden we meer zouden willen cultiveren. Stel je wilt wat meer daadkracht of wat meer performance in een organisatie brengen. Dan moet je daar gericht acties en interventies op gaan plegen en een proces op gaan optekenen om hoe daar te komen. Dat is dan wat je dan ook noemt strategie. Nou, straks komen we bij jou terug, Gijs. We gaan eerst naar Olaf ten Hopen. Olaf is dus voorzitter van het dagelijk bestuur van MTH, accountants en adviseurs. Olaf, goedenavond. Goedenavond, Ari. Olaf, we spreken dus vanavond over cultuur in organisaties. In 2017 heeft MTH zich gericht op de merk- en propositiebepaling. De vraag is gesteld, wie willen we zijn en wat willen we uitstralen voor onze klanten en ook intern de medewerkers? Kun jij ons meenemen over de aanpak? Ja, dat is leuk. Gijs heeft net al iets over gezegd. En Gijs heeft ons ook daarin begeleid. Dus ik kan nu vanuit de praktijk teruggeven hoe dat dan is gegaan. We zijn begonnen met ons af te vragen wie zijn we eigenlijk. En dat hebben we gedaan met een archetype onderzoek. Dus dat ging als volgt. Gijs die legde, ik geloof voor 15 archetypes, allerlei woorden op de grond in de kantine in Emmeloord. En die woorden, een soort word cloud, die horen dan bij een bepaald archetype. En we zijn met een man of 20, 25 uit de organisatie, uit de volle breedte van de organisatie, dus jong, oud, lang in dienst, kort in dienst, zijn we gaan kijken welke woorden passen nu bij MTH. En er kwamen uiteindelijk twee, na wat doorselecteren met elkaar, kwamen er twee archetypes uit. Die dus passen bij die woorden. En dat was het archetype hero en het archetype caregiver. Dus de verzorger en de held. En dat was erg zinvolle. Je denkt van nou ja, oké, waar gaat het dan naartoe? Maar het is achteraf
erg zinvol geweest, want we hebben vervolgens gekeken met elkaar. Als wij dat dan zijn, als wij die twee in ons hebben, zowel de held als de verzorger. Hè, dus wij willen er zijn voor onze klant. We willen tegelijkertijd ook winnen. Hoe combineer je die twee? En we zijn gaan kijken naar onze uitingen naar buiten, maar ook naar onze structuur naar binnen. Past dat dan bij die twee archetypes? En toen kwamen we wel tot ontdekking, en dat was ook de soul-positie waar Gijs het net over had, dat we iets meer konden opschuiven naar de hero-cultuur en eigenlijk iets te veel in de caregiver-cultuur zaten. Althans, naar onze smaak. Gijs, hoe kijk jij terug op dit proces? Kun je daar iets over vertellen? Ja, ik vond het een heel mooi proces. Te meer omdat we vanuit het bestuur, wat je niet vaak ziet met organisaties van deze grootte, zoveel vrijheid kregen om het op een hele creatieve en ludieke manier eigenlijk in te richten. Want na die archetype exercitie, dat hebben we eigenlijk nog in een relatief klein gremium gedaan met 25 man, zijn we vervolgens verspreid over 4 medewerkersbijeenkomsten, met een opkomst van meer dan 300 mensen, zijn we gaan nadenken over wat Olaf dan noemt de woorden, dat zijn waarden. Wat die waarden dan betekenen in termen van het service level. Het service level enerzijds wat we naar buiten willen bieden, anderzijds het service level wat we naar elkaar onderling. En zo hebben we uiteindelijk die kernwaarden echt heel erg concreet gestalte gegeven in termen van gedragsregels, in termen van hoe we met elkaar willen samenwerken, wat we van elkaar mogen verwachten en waar we elkaar mogen aanspreken. En daar is zo'n mooi concreet kader uitgekomen, wat echt bottom-up met de hele organisatie is opgetekend. Waardoor je enerzijds heel veel draagvlak krijgt, maar ook echt de cultuur naar boven weet te halen. En dat zie je gewoon niet zo heel vaak binnen organisaties, dat je, daar wordt vaak, ik noem dat dan even lip service geboden. Dus dan wordt er altijd van, ja, we zijn heel erg inclusief en we doen dat met z'n allen. Maar dus je vraag was, hoe vond je dat proces? Ik vond het heel mooi, omdat we echt heel inclusief hebben mogen werken en dat nog steeds echt aan het doen zijn. Omdat, ja, een cultuur creëren, dat is leuk op papier opschrijven en dan moet het nog gaan leven. Dus er is nog heel veel werk wat er achter weg komt. En binnen MTA wordt daar heel veel energie aan besteed. Ik vind dat heel bijzonder om te zien dat echt prioriteit kent boven externe communicatie. Veel meer die interne organisatie echt neerzetten als een collectief dat met elkaar wil lezen en schrijven in letterlijke zin. Hoe lang heeft dat proces geduurd, Gijs? Nou ja, het bestaat eigenlijk uit allerlei fases. Dus je hebt in eerste instantie ga je de purpose bepalen, daarna ga je het merk opschrijven, dan ga je dat weer leggen over de propositie. En dat is eigenlijk allemaal planmakerij en dan heb je die plannen geschreven. En dat doe je dan in een proces, dat duurt wel doorlooptijd, want je hebt natuurlijk de lopende business. 6-7 maanden, bijna een jaar voordat dat helemaal afgerond is. En dan moet het nog gestald krijgen binnen de organisatie. Dus dan ga je het verankeren in een nieuw organisatiemodel, in besluitvorming, in hiring en firing, in ontwikkeling van je personeel. En dat is waar we dan nu ook allemaal mee bezig zijn. Olaf, kun jij uitleggen op welke manier dan de nieuwe cultuur verankerd is in de organisatie? Als we kijken naar de manier van werken. Die wordt overal verankerd. Eigenlijk is die verankerd in onze missie. Dat is eigenlijk, denk ik, het belangrijkste. Wat is die missie? Wij willen bijdragen aan persoonlijk geluk, zakelijk succes en maatschappelijke voorspoed. En door daar steeds je doelstellingen aan op te hangen, heb je een geweldige richtinggevende propositie. En een richtinggevende missie. Dus voor ons is het in elk geval heel erg waardevol om zo goed te weten waar je voor op aarde bent als accountants en advieskantoor. En ook wat je wil bereiken. En dat klinkt ook hoog over, hè, zo'n missie. Maar je kunt daar heel praktisch direct op schakelen. Een voorbeeld is bijvoorbeeld onlangs de coronamaatregelen door Mark Rutte afgekondigd dat we weer op slot zitten. Ja, dan is toch eventjes, dan kom je bij elkaar met een man of 10 online. Tegenwoordig is dat zo gedaan. En dan hebben we gezegd van ja, oké, hoe gaan we nou hiermee om? Hè? Met het feit dat het eerst zoveel mogelijk thuiswerken was. Dat is veranderd, is werk thuis tenzij. En door het aan te haken aan het bijdragen aan maatschappelijke voorspoed, een van onze 3
doelstellingen in de missie, was het voor ons gelijk duidelijk. Ja jongens, wij blijven thuis. En alleen als het echt niet anders kan, dan ga je naar kantoor. Wij gaan bijdragen aan de oplossing van dit probleem. En dat doen we samen. Dus er was er ook geen twijfel meer van, ja, maar we hebben toch veilige werkplekken en dergelijke. Nee, ja, dat is zo. Maar dit gaat nu even voor. Nou, dat is gewoon een praktisch voorbeeld van hoe een missie je dan helpt in hele eigenlijk ogenschijnlijk simpele besluitvorming. Tot zover, dankjewel. We komen straks bij je terug. Eerst naar Tini. Tini, zijn er vragen binnengekomen? Want het is vanavond... Hoi Arie, dankjewel. Goedenavond weer. Er zijn zeker vragen binnengekomen. Eigenlijk kan ik ze niet in het eerste blokje behandelen. Ik heb daarom drie vragen uitgekozen. En de eerste twee zijn voor Danny. Danny, de eerste vraag komt van Marieke. En Marieke die stelt de vraag... Is jouw verhaal op de Scrum-methodiek gestoeld? Tussen haakjes Agile. Wat zou je daarop antwoorden, Danny? Nou, Scrum is een projectmethodiek. Maar onze ontwikkelteams, dat zijn inderdaad Scrum-teams. Maar ons organisatiemodel zelfsturend, ja, dat is eigenlijk zelf verzonnen. Maar er zitten wel onderdelen in van Holacracy bijvoorbeeld. Maar dus de teams ontwikkelen volgens de Scrum-methodiek. Maar de bedrijfsvoering is zelfsturend en dat volgt een eigen model. Hartstikke goed. Dankjewel Danny voor dat antwoord in ieder geval. Een andere vraag van Frank. Frank is eigenaar van een organisatie met 14 nationaliteiten. Nou goed, ik had zo bedacht. Hè. Jij bent onderdeel van een bedrijf met hele verschillende mensen die elkaar waarschijnlijk juist ook versterken daarin. Vraag ik deze vraag even aan jou. Hoe zou jij Frank adviseren om te communiceren met zoveel verschillende nationaliteiten binnen het bedrijf? Kun je daar iets over zeggen? Heb je daar gevoel bij? Ik begrijp de vraag niet. Ik zou eigenlijk zeggen, ja, Engels natuurlijk. waar het om gaat is dat je met elkaar een duidelijke visie ontwikkelt. Waar doen we het voor? Wat brengt ons bij elkaar? Dat is volgens mij wat cultuur is. Dus wat is de stip op de horizon? Super. Hopelijk heeft Frank er wat aan en anders dan mag je natuurlijk altijd nog eens brainstormen afterwards, zou ik zeggen. Er is nog een hele interessante vraag bijgekomen in de tussentijd van jouw antwoord. Dus mijn andere laatste twee vragen voor dit blokje zijn voor Gijs als eerste en daarna nog eentje voor Olaf. De eerste vraag voor Gijs is van Iliana en zij vraagt het volgende. Omgaan met verschillende opvattingen over bedrijfscultuur. Medewerkers zien en beleven het anders. Hoeveel verschil zullen wij... tussen haakjes zegt ze, tolereren. Wauw, het woord tolereren is een woord wat voor mij haak staat... op het moment dat je naar een gedragen cultuur wilt. Dus het is voor mij niet een kwestie van tolereren. Het gaat voor mij gaat het over luisteren naar elkaar. Vragen stellen, voortdurend vragen blijven stellen. En proberen te begrijpen... Wat andermans perspectief is. Ik denk dat er niet zoiets is als de waarheid of goed of fout. Er is alleen maar anders en een ander perspectief. En dan zul je zien dat er minder verschillen zijn enerzijds... en anderzijds dat de kwestie van tolereren helemaal niet opgaat... omdat er gewoon meerdere wegen zijn die naar Rome leiden. Dus er is niet een goed of fout. Mooie gedachte en ik denk ook een mooie conclusie als het gaat om cultuur en hoe daarmee om te gaan. En ook de mindset die daarbij hoort wellicht volgens jou, als ik hem zo mag samenvatten. Laatste vraag voor Olaf. Olaf, de vraag komt van Jeannette. Waarom heeft MTH gekozen om van binnen naar buiten te werken? Dat is eigenlijk de vraag, Olaf. Kun jij die beantwoorden zo? Daar heb je denk ik reden voor, dus brandlos zou ik zeggen. Ja... Je zult toch eerst jezelf moeten kennen voordat je goed jezelf kunt presenteren naar buiten. Nou, dat is eigenlijk het kortst mogelijke antwoord wat ik kan geven. Maar als je authentiek wil presenteren naar buiten toe, dan zul je ook eerst moeten weten wie je bent. Mooi. Ik denk ergens als je dus iets uitdraagt, dan kun je het uiteindelijk ook naar buiten uitstralen. Dus ergens begin bij jezelf. Mooi, dankjewel. Arie, ik zou zeggen terug naar de studio. Ik kom volgens mij... straks gewoon nog een keertje terug. Dus zie jullie allemaal later. En blijf vooral ook vragen insturen, zou ik zeggen. Tine, we zien jou straks weer terug. We gaan naar Danny de Graaf van Enrise. Danny, een bijzondere cultuur. Je hebt al iets verteld, hè? Zelfsturend collectief van autonome teams. Jullie kennen de term councils. Kun je daar iets over vertellen?
Ja, zeker. Een council is dus iets wat uit de holacracy komt. En een council gebruiken wij om besluiten te maken. Zoals ik al zei, er is geen directie of management dat besluiten maakt. Dat doen we door middel van councils. Nou, hoe dat werkt is, ieder die hier werkt kan een besluit voorstellen. Dus een voorstel maken. Vervolgens wordt er binnen 2 weken dan een council georganiseerd. En bij het council, dat is gewoon een samenkomst waarin minstens een afvaardiging zit. 1 iemand of meerdere uit een team die het voorstel gelezen heeft. En tijdens dat council wordt dan het voorstel besproken en wordt uiteindelijk het voorstel aangenomen of afgewezen. Dat is wat een council is. Want zo zijn jullie te werk gegaan met de verhuizing, toch? Want jullie zitten nog niet zo heel erg lang in het huidige pand langs de A1. Ja, klopt. Dat hebben we ook met z'n allen gedaan. Dat was ook wel een van de heftigste opdrachten of besluiten ooit, moet ik zeggen. Als het gaat om, gaan we Nederlands of Engels spreken? Nou, zoiets is wel snel te besluiten. Maar een verhuizing, ja, dat was wel een uitdaging aan zich om dat met z'n allen te doen. Maar als ik terugkijk op dat proces, ja, dan kan ik alleen maar heel trots zijn op hoe dat gegaan is. Allereerst is er een werkgroep gestart die gekeken heeft naar 3 geschikte locaties. Vervolgens dat in een voorstel gegoten en toen hebben we een council gehouden. En tijdens dat council zijn eigenlijk alle aspecten langsgekomen qua huisvesting. Hoe zit het met de bereikbaarheid? Hoe zit het met de uitstraling? Hoe zit het met de groeikansen? En op basis van al die variabelen is er een besluit gekomen. En ja, dat besluit kent gewoon maximale draagvlak. Dus joh, dat is echt iets waar ik met heel veel trots op terugkijk. Maar jullie gaan heel ver, hè? Want jullie weten ook van elkaar wat je verdient en wat het salaris is. Er is heel veel openheid. Ja, dat klopt. Zoals ik al zei, we zijn allemaal directielid. We besturen hier met z'n allen het bedrijf. Nou, hoe maak je goede besluiten? Dat kun je alleen doen als je inzicht hebt tot alle data. Dus een ieder die hier werkt weet precies wat ik verdien. Weet wat mijn auto kost die ik rij. Ja, feitelijk alles. Stel dat ik nou jouw collega ben en ik denk van, nou, ik ben wel toe aan een leaseauto. Hoe ga ik dan te werk als collega van jou binnen Enrise? Ja, bespreek het in je team. Dus vraag aan je team of je een auto mag hebben en maak vul het budget aan. En als alles er goed uitziet en er zijn geen bezwaren vanuit het team, dan ga jij een auto bestellen. Je vertelde in het voorgesprek ook een mooi voorbeeld hoe je te werk gaat bij nieuwe opdrachtgevers en nieuwe opdrachten waar jullie natuurlijk van leven. Kun je daar iets over vertellen? Ja, het proces hoe dat bij ons gaat is dat elk team verantwoordelijk is voor zijn eigen pipeline. Ook voor de recurring business, dus elk team heeft ook een account manager. De nieuwe opdrachten komen binnen via ons sales team, dat is team ABC, sales en marketing zit daarin. En als daar een opdracht binnenkomt, een aanvraag, een tender of noem maar op, en dan wordt intern gekeken welk team het best aansluit bij de opdracht. Welk team heeft nou de propositie en de kennis en kunde in huis om die opdracht op te pakken. Soms is er wel overlap, dus kan het opgepakt worden door meerdere teams. Maar dan komen we in het commerciële overleg, gaan we daar dan uitkomen wie het nieuwe project op gaat pakken. Gijs, ik vind het een bijzonder voorbeeld over een cultuur binnen een organisatie. Ben jij dat ooit op deze manier tegengekomen? Binnen bedrijven waar ik aan heb geadviseerd, nou, je hebt veel bedrijven gezien van binnen. Ja, nee, dat heb ik. Ik heb nog niet binnen een organisatie mogen werken of aan mogen adviseren of begeleiden waar ze dit model erop nahouden. Ik ken wel organisaties van naam en ik ken de methodiek en de modellen natuurlijk. Ik heb het zelf op een soort van manier geïntroduceerd binnen mijn eigen bedrijf, Rockstar Lifestyle. Maar daar noem ik het de zwerm. En maar dat werkt wel iets anders. Dat is een beetje een hybride vorm hier tussen. Nou, we hebben het voorbeeld gehoord van Olaf, hè, hoe MTH ermee omgegaan is. Kun je ons meenemen in een dergelijk proces, hè, het bouwen van een cultuur binnen een bedrijf? Hoe begin je als ondernemer? Ja, dat kan ik. Allereerst, belangrijk is wel om... Kijk, wat Danny mooi omschrijft over zijn organisatie, dat is niet per se een cultuur in mijn optiek. Dat is een organisatiemodel, een vorm, een format waarin zij hun organisatie gieten en waarlangs het bestuurd wordt. Met bepaalde regels en spelregels. De cultuur gaat veel meer over hoe gaan ze met elkaar om en wat is de attitude
van het collectief. Dat is veel meer wat de cultuur is. Dus is er een, je zou kunnen zeggen, heel extreem zeggen, is er een heel daadkrachtige cultuur of is er een heel lethargische cultuur? Je zou in ieder geval kunnen zeggen dat er heel veel autonomie is. Dat zijn alweer belangrijke uitingen. Dus dat proces, het optuigen van een model is niet per se het creëren van een cultuur. En jouw vraag om hoe creëer je een cultuur? Nou, in eerste instantie denk ik dat Olaf heeft dat heel mooi beantwoord door te zeggen van helemaal naar de essentie te gaan, naar de kern gaan van wie ben je? Als je echt weet wie je bent, is zijn antwoord net heel mooi kort en krachtig, dan kun je ook activiteiten gaan ontplooien om dat meer te cultiveren en te uiten. En er zijn heel veel manieren om dat te doen. In mijn vakgebied noem je dat internal branding. En dan ga je dus, als je in eerste instantie je merk hebt opgeschreven, wie ben ik in de kern, waar sta ik voor, waartoe zijn wij op aarde, wat is ons hoger doel, en wat zijn de kernwaarden die wij belangrijk vinden in de manier waarop we met elkaar omgaan en met onze klanten of wat je dienstverlening is omgaan. Dan ga je vervolgens kijken welke activiteiten gaan wij lanceren binnen de organisatie om dat te cultiveren, om dat tot leven te wekken. En dat kan zijn door een andere organisatiestructuur, zoals bijvoorbeeld wat Enrise heeft gedaan, een hele mooie, bijzondere. Dat kan zijn door een hele andere aannamebeleid erop na te houden, een heel ander proces daarvoor in te richten met hele andere assessment modellen. Dan ben je bezig om de influx van nieuwe medewerkers dermate te krijgen dat het in lijn is met je cultuurwens. Maar het kan ook zijn door je medewerkers, en dat is misschien ook wel interessant, dat is wat Olaf binnen zijn organisatie heel erg aan het doen is, door heel erg te faciliteren dat medewerkers met elkaar in dialoog treden over die kernwaarden en elkaar feedback gaan geven en ook mensen op te leiden en te stimuleren in wat is feedback en hoe geef je feedback, hoe ga je op een respectvolle manier met elkaar in de dialoog. Dat zijn voorbeelden van hoe je dan een cultuur gaat creëren. Maar je kunt je voorstellen, er zijn nog heel veel creatieve ideeën te bedenken en dat is vaak dan waar ik onder andere om de hoek kom, is hoe we dat dan gaan doen. Die passen, dat is ook weer heel belangrijk, die dus ook weer passen bij de gewenste cultuur. Olaf ten Hoop, hoe heb je er nou voor gezorgd dat alle collega's, alle medewerkers dit hebben geadopteerd, alle plannen, de nieuwe cultuur van MTH? Nou, of ze het allemaal hebben gedaan, weet ik niet, Arie. Dat is wel eens sterk, natuurlijk, dat is altijd, dat is de droom. Maar ik denk dat het, het is ook niet klaar of zo. Hè? Dus dit is een constant proces waarin eigenlijk alle nieuwe activiteiten die je oppakt, die toetsen aan die culturele wens en aan je missie. En als je dat doet, dan ontstaat dat uiteindelijk ook bij de medewerkers. Maar heel concreet, de invulling van de kernwaarden is heel belangrijk geweest. Met een aantal gedragsnormen, hè, bijvoorbeeld de kernwaarde vertrouwen. Nou, daar hoort dan bijvoorbeeld heel concreet bij, ik maak de afspraak. Nou, dat klinkt als een ongelooflijk simpele gedragsnorm. Maar ik maak de afspraak, we hebben gezien dat het daar eigenlijk nog het vaakst fout gaat. Dus dat er eigenlijk geen, dan heb je een overleg. Ja, en wat hebben we nou dan besloten? Wat is nou onze afspraak? Niet altijd duidelijk. Dus als je dat duidelijk maakt, dan is het ook makkelijker om op iemand te vertrouwen. Want je hebt een heldere afspraak gemaakt. En zo zijn er dus op elke kernwaarde duidelijke gedragingen die we hebben afgesproken. En hoe internaliseren we dat dan bij de collega's? Ja, door het ook in in de gesprekken over zijn of haar ontwikkeling mee te nemen. Dus je maakt keuzes aan het begin van het jaar op welke twee gedragingen. We hebben 5 kernwaarden met 4 gedragingen per kernwaarde. Dus zijn 20 gedragingen waar je uit kunt kiezen. Op welke gedraging ga je nou investeren het komend jaar? En dan maak je met elkaar een afspraak. Van oké, ik wil wat vaker uit de comfortzone. Hè, dat, een gedraging die dan past bij ambitie. Nou, en dan ga je dat verder vormgeven met elkaar. Van wat ga ik dan doen om daar ook invulling aan te geven? En zo worden die kernwaarden als het ware onze taal, onze gezamenlijke taal binnen het bedrijf. En zo kun je ook heel makkelijk met elkaar praten. Is het ook niet zo eng om met elkaar te praten over zaken die misschien eens een keer misgaan in de samenwerking. Want onze kernwaarden zijn helemaal, dat zijn elementen die ertoe leiden dat je komt tot een goede samenwerking. Dus onze cultuur en onze kernwaarden zijn erop gericht dat alle professionals met elkaar samenwerken.
En dat is gewoon een noodzaak uit de markt, mag je zeggen. Dus dat is ook heel belangrijk dat we dat doen. Want anders kun je eigenlijk de klant niet goed bedienen. Hoe doen jullie dat met nieuwe werknemers? Daar moet je dan ook in investeren. Ja, we hebben een van de strategische programma's heet Talentmagneet. En daarin hebben wij met elkaar afgesproken van hoe gaan we dan nieuwe collega's verwelkomen. Wat voor een onboarding noemen ze dat dan, hè? Lelijk woord. Maar goed, kan ik even niet veranderen. Het is niet helemaal Japke-proof, zoals ik dat noem. Maar hoe gaan we de mensen verwelkomen? Wat voor een programma gaan ze door? En we zijn nu bijvoorbeeld bezig om ook een service-lijn safari daaraan te koppelen. Dat dus een nieuwe collega die binnenkomt ook echt weet wat voor soort diensten wij allemaal in huis hebben binnen MTA en welke collega's die diensten dan ook verlenen. Zodat we wat meer begrijpen wat de ander ook doet. Nou, dat zijn lijken kleine interventies. Maar zo zijn er heel veel kleine interventies die maken dat wij uiteindelijk beter met elkaar gaan samenwerken. Als we nou samen terugkijken naar het hele proces in de afgelopen, zeg, 3 jaar. Ben je dan tevreden? Wat zou je anders doen? Ik ben vooral tevreden over het feit dat we allemaal zo enthousiast over zijn. En je zou eigenlijk willen dat alles sneller gaat. Maar dat is gewoon niet mogelijk, want ondertussen is de winkel ook open. Dus je ziet dat het... En dat heb ik mezelf moeten aanleren. Het proces, omdat je zelf een beetje vooruit loopt op de dingen die komen gaan. Dus als je zelf al bezig bent met dingen die gaan veranderen, dan hebben de collega's dat nog niet in beeld natuurlijk. Dus, en dat vind ik eigenlijk ook wel het moeilijkste. Dus de collega's meenemen in die verandering. En dat consistent en goed blijven doen. Daar hebben we dus binnenkort gaan we daar ook weer wat nieuwe dingen voor bedenken. Om met name in de communicatie intern te schakelen, zodat we echte collega's nog meer aanhaken bij de strategische programma's die we hebben. Dankjewel, Olaf. Tini, er is een vraag binnengekomen. Dat klopt inderdaad, Arie. En die is meteen ook voor Olaf op basis van wat hij net heeft gezegd. Olaf, je had het net over die gedraging, hè, die je dus kunt kiezen. Dus waar je echt op gaat focussen voor de komende tijd. En een vraag die Jeannette is nog steeds aanwezig, dus dat is mooi. Vraagt is, welke gedragingen heb jij, Olaf, gekozen en waarom? En als deze te persoonlijk is, welke gedragingen zijn populair om te kiezen binnen MTH? Ik denk dat de gedragingen, ik maak de afspraak erg populair is. En ik vind de belangrijkste, ik stel de vraag. Mooi. Maar dat heeft misschien met mijn rol te maken. Want ik wil gewoon veel informatie hebben. En ik wil weten hoe het met mensen gaat. En wat ze bezighoudt en wat zij zien. Want de collega's zien hele andere dingen dan ik. Dus ik stel de vraag is voor mij de belangrijkste gedraging. Nou, Olaf, misschien stel jij dan wel de vraag, wat spreken we af? He, dan heeft die andere een afspraak te maken om na te komen. In ieder geval bedankt voor je antwoord. Als het mag, Arie, ga ik nog heel even door, want ze stromen werkelijk binnen. Ik zou graag een ook mega interessante vraag, of ik dat moet zeggen, weet ik niet. Maar ik vind hem wel heel leuk gevonden, die is voor Danny. Die is namelijk van Marnik. Marnik die stelt de volgende vraag. Jullie werken met uitsluitend zelfsturende teams. Heel even. Misschien wel een beetje theoretisch, maar wat als een zelfsturend team besluit om toch weer een hiërarchische structuur aan te nemen? Nou, Danny, heb je vast eens over nagedacht? Ben benieuwd naar je antwoord. Dat staan we niet toe. Oké. Heel simpel, we zijn een collectief van zelfsturende teams. Dus als jij een hiërarchisch model wil kiezen, dat is prima, maar dan zul je dat buiten NRI's moeten doen. Hartstikke goed. Dat is natuurlijk ook een deel van jullie gekozen cultuur, waar het ook een deels mee begint. Juist. Ja, andere vraag van Aranka. Aranka die vraagt, ik vroeg mij af, als jullie op basis van de teamconsensus laten besluiten of iemand bijvoorbeeld een leaseauto mag bestellen, krijg je dan niet veel verschillen tussen teams? En leidt dat dan tot, zij denken? Onze besluiten gaan niet volgens consensus, maar volgens consent.
Dus is het safe enough to try, bijvoorbeeld, is een uitspraak die wij vaak gebruiken. De meisjes en jongens in het team zijn ook niet gek. Hè? Ze hebben ook een budget vol te houden. En ze hebben ook ruimte voor teamuitjes en dergelijke. Dus als iemand één team het hele budget volgooit met auto's, dat is eigenlijk niet haalbaar. Dat is niet te betalen eigenlijk. Dus er zit ook wel een soort volwassenheid in de teams. Duidelijk. Ja, ergens geef jij de kaders en daarbinnen mogen, of jij, maar in ieder geval worden de kaders bepaald en daartussen mag je spelen en in ieder geval je mening uiten en met elkaar beslissen. Dankjewel, Danny. Laatste vraag nog eventjes voor Gijs. Gijs, we zitten natuurlijk compleet in de oktober 2020 tijd en die staat vooral in teken van corona voor veel bedrijven natuurlijk. Ik krijg verschillende vragen binnen, waaronder van Bart en Johan. En die gaan allemaal over cultuur, thuiswerken. Wat zou jij daarin zeggen? Wat is daarin jouw visie? Heeft dat weerslag op de cultuur? Ik hou hem even algemeen, omdat er nogal veel vragen binnenkomen. Wat zou jij daarin zeggen? Ja, ik denk dat het een hele grote impact heeft. Maar in eerste instantie optima forma tot uiting laat komen hoe het gesteld is met je cultuur. Dat is ook vaak, hè? Dus als je zelf wilt nadenken over wat zijn mijn kernwaarden, dan kun je nagaan naar live moments waarin enorme urgentie of misschien wel eens een burn-out of een relatie die uit is gegaan. En eigenlijk de patronen waar je toen op terugviel, dat is eigenlijk, zit zo diep gebakken in wie je bent, hoe je bent en hoe je met complexiteit omgaat. Nou, leg dat nou op een organisatie. Hè? Hoe je dan bent en hoe je dan doet, dat geeft richting, dat wijst even enerzijds op je kernwaarde. Dus in termen van corona komen dus ook vaak, hè, dat hoor je dus wel eens, dat hoor ik veel binnen organisaties, de rotte appels ineens aan het licht. Of mensen die zich in één keer aan het duiken zijn. Of staan de mensen dan op de barricade en zijn ze alles aan het doen om bedrijfsresultaat en verbinding te behouden met elkaar. Dat wijst heel erg op op de cultuur die aanwezig is. En ja, die wordt op de proef gesteld en die komt optima forma tot uiting op dit soort momenten. En zou jij dan als vervolgvraag misschien nog een heel praktisch voorbeeld kunnen geven van hoe je toch de sfeer kunt bewaken rondom deze corona- en thuiswerktijd? Want dat is toch ook wel iets wat ik binnen veel ondernemers merk, dat ze op zoek zijn naar tips om die cultuur toch tot leven te laten blijken. Kun je een concreet voorbeeld geven, een inspiratie? Nou ja, gewoon een heel concreet voorbeeld. Als die vraag een klein beetje mag interpreteren, is je vraag dan hoe zorg je dat je verbinding behoudt? Ja, nou, precies. Ja, hoe blijf je in contact? Hoe straal je cultuur toch nog uit naar de collega's? Ja, nou dat is natuurlijk van hele, hele grote mate afhankelijk. Wat je als van hele hoop factoren afhankelijk die ook in je privéleven spelen natuurlijk. Maar om verbinding te houden binnen je team en binnen je organisatie, gewoon, kun je hele simpele dingen doen. Want hoe zou het zijn om op een vrijdagmiddag een pubquiz te organiseren die je kan doen als dat is wat er binnen de cultuur behoefte aan is? Of hoe zou het zijn om eens in de maand een intern webinar, zoals wat jullie nu opzetten, om dat op te gaan zetten om iedereen bij te praten? Hoe zou het zijn om een filmpje te maken, à la de Ice Bucket Challenge. Ik bedenk ze nu ter plekke hoor, maar à la de Ice Bucket Challenge destijds, waarin je zegt van, hé, dit was mijn dag vandaag, ik vond het leuk en ik mis jullie, en nu geef ik het stokje door aan jou, Tini, en dan plaats je dat op het intranet. En op die manier wil je dat soort dingen cultiveren en warm houden. En ja, als je me iets langer de tijd geeft en de kaders van de kernwaarden en de cultuur van een specifieke organisatie geeft, dan zou ik dingen gaan bedenken die daar ook echt op aan zouden sluiten. Want niet iedere organisatie leent zich daar altijd voor. Maar dat zijn allerlei vormen en manieren. Super, dankjewel Gijs. Ik zou zeggen, Ari, we lopen een beetje uit, maar het is wel echt fantastisch om te zien dat ondernemers zoveel vragen insturen. Volgens mij heb jij nog een kort vervolg. Dus ik geef het woord weer aan jou terug. Dankjewel, Tini. Ja, we gaan voor de laatste keer vanavond naar Danny de Graaf van Enrise. Danny, ik wil even heel kort met jou hebben over het aannamebeleid. We kennen natuurlijk allemaal de war on talent. Hè? Ook voor jullie is het soms lastig om openstaande vacatures in te vullen. Dus je zoekt nieuwe collega's met bepaalde kwaliteiten. Maar die moeten ook voldoen aan de bestaande cultuur. Hè? Hoe is dat? Is dat niet soms een worsteling?
Ja, we zijn eigenlijk altijd op zoek naar nieuwe mensen. Kan mensen gelijk aansluiten bij de culturen? Ja, dat kan lastig zijn. Hè. We zijn eigenlijk vrij uniek hier in Nederland met ons organisatiemodel. Alhoewel, er zijn bedrijven genoeg die zeggen zelfsturend te zijn, maar na 1 of 2 vragen prik je daar ook wel doorheen. Maar wij merken juist dat ons verhaal wel prikkelt. En mensen willen zich graag breder ontwikkelen dan een bepaald functieprofiel. En wanneer je bij Enreis komt, dan ben je niet alleen developer, maar je bent ook finance expert of je weet wat van HR of je doet mee met sales en marketing. En gek genoeg trekt dat juist heel veel mensen aan, dus dit werkt voor ons. Allerlaatste vraag, je werkt al heel lang bij Enreis. Jij was de eerste werknemer en je had 4 bazen. Hoe kijk jij terug op het verleden? Dat was een warme tijd. Als ik nu terugkijk hoe chaotisch en hectisch ook was, daar liggen wel de zelfsturende roots al wel. Er is eigenlijk niemand geweest die je kort hield en in een kleine rol schoof. En dit is wat je mocht doen en meer niet. Nee, het is eigenlijk altijd heel open en breed geweest bij ons. Ik ben zelf iemand die graag de gaten dichtloopt. Als ik iets zie, dan wat kennis of expertise nodig heb, dan ga ik me erop inlezen, ga ik dat ontwikkelen en dan ga ik dat gewoon doen. En ik kan mij voorstellen dat als je mensen beperkt, dat je daar doodongelukkig van wordt. Dus als ik terugkijk naar die tijd, daar liggen wat mij betreft echt al de roots die we nu verder ontwikkeld hebben. Dus dat is allemaal niet voor niets geweest. Danny, dankjewel voor je bijdrage en voor het delen van jouw verhaal. Super, dankjewel Arie. Tot zover deze MTA Talks op dinsdag 6 oktober. We spraken vanavond over cultuur in organisaties. Dank aan Gijs Kraanmeer, Olaf ten Hope en Danny de Graaf. MTA Talks is er iedere eerste dinsdag van de maand. De eerstvolgende MTA Talks is op dinsdag 3 november. Wederom om 19:30 in de avond. En dan gaan we het hebben over werkgeluk. Dank voor het kijken en een fijne avond.